Hallo allemaal, welkom bij onze vlog, dit keer over het ingrediënt oet. Oet wordt steeds meer gebruikt in parfums, terwijl het eigenlijk uit de Arabische en de Japanse wereld komt. Al eeuwen geleden gebruikten Arabieren en Japanners, maar ook de gebieden rondom Cambodja en dergelijke, gebruikten oet in rituelen om geluk te brengen en om feesten te vieren. Oet is een houtsoort. De boomsoort heet een Aquilaria en groeit vooral in de gebieden zoals Laos en Cambodja. Als deze boom aangetast wordt door een bepaalde schimmel, wordt er een bepaalde hars gevormd en dat zie je aan een hele donkere kleur. En daar zit specifiek het hele kostbare oet. Aantasting door schimmels gebeurt van nature, doordat er bijvoorbeeld een tak afbreekt. Maar nu zijn er ook oetplantages waar de mens zelf deze schimmel injecteert om die oetvorming op gang te brengen. Hoe ruikt oet? Oet is voor ons eigenlijk niet bekend, omdat wij het niet kennen uit onze rituelen. En als ik het zou moeten omschrijven, de oetolie die je kan gebruiken, ruikt houtachtig, maar ook een beetje leerachtig. Eigenlijk een beetje muffig, als je het zo zou moeten omschrijven. Bijna naar oude boeken en droge kelders. Maar in combinatie wordt het een hele rijke beleving. Vier prachtige uitgesproken parfums waar oet in het centrum staat. Oet subliem, oriëntaals, krachtig, echt met een Nicolai signatuur. Ducita dirty, echt met oemf en wel een beetje voor de diehard. No oet, nude, een leuke knipoog, want er zit geen oet in, maar het is wel een duidelijk oedisch karakter. En Satori, heel mooi, subtiel. Oet staat in het centrum, maar dan is het de Japanse subtielere oet die fluistert en niet luid is. Zo is de combinatie met oet en roos een hele mooie. Wanneer het roos is eigenlijk het lieflijke, het zilverige bijna, en het oet is het donkere en het zware. Saffron Rose uit Engeland van Grossmith met een mooi safranig randje. Roos oet van Nicolai met een mooie tegenstelling en elegantie. Dan gaan we hier naar Silkmood van Francis Kurkdjian. Zowel een eau de parfum als een extraite parfum. De extraite parfum is nog meer oedisch dan de eau de parfum, maar allebei heel elegant met die tegenstelling. Een andere mooie combinatie is natuurlijk oet met andere houtsoorten. Dan wijs ik vooral op Corso Como uit Milaan, Maria Lux, Aramèche en de oetgeur van Francis Kurkdjian waar hij mee is begonnen. Oet Bakour van Baruti. We hebben No Oet gezien. Dit is de roemspray van Baruti. Geïnspireerd op de rituelen in Arabië om wierook te branden. Kortom, een klein kijkje in de wereld van oet. Oet, de meest kostbare soort, hout der goden, maar vooral een hele mooie aanvulling op de palet van parfumeurs om weer een nieuwe laag aan te brengen. Dus kijk in onze collectie rond, we hebben nog veel meer geuren op basis van oet. En op onze website kunt u daar rustig op zoeken, ook op verschillende ingrediënten. En kom gerust langs om eens te ruiken en te kijken of u een oet-fan bent.